Goeiedag, mijn naam is Eline Ulaan en vandaag laat ik zien hoe je een eenvoudige wolk kan schilderen. Veel plezier! Oké, ik heb alvast een lucht geschilderd. De verf op mijn doek is nog nat. En ik ga nu een eenvoudige wolk schilderen en dat doe ik met een tamponeerkwast. Dat is zo'n kwast en hij heeft varkensraden, dus hij is een beetje stug. En dat geeft een mooi wollig effect. Echt een wolkeneffect. Ik doe er een beetje droog titaanwit op. En droog betekent dat er geen medium in zit. Dus echt zonder terpentine, zonder schildersmedium, tamponeer ik de verf er droog op. En je ziet wel dat ik tamponeer alleen de bovenkant van de wolk. Dan pak ik mijn zachte, droge kwast, dat is deze, en met een cirkelbeweging ga ik dan de wolk in de lucht vervagen. Nou, dit soort wolken zijn heel fijn om te doen in achtergronden of in luchten van landschappen waarvan je denkt, nou ik wil niet dat die lucht te veel aandacht trekt. Ik zal er nog eentje doen. Ik doe weer de bovenkant van de wolk. En als je nou veel landschappen doet en je wilt veel mooie wolken maken, kijk je dan veel naar de lucht, hè, hoe die wolken eruit zien. Wat voor vormen ze hebben. Of maak foto's. Zo. En vergeet niet, de witte verf moet echt droog zijn. Pak ik weer mijn zachte kwast en ik vervaag de onderkant in de lucht. Zo. En zo kun je een eenvoudige wolk schilderen. Je kan ook een beetje van het wit nog oppakken en daar een zacht wolkje mee maken. Ik hoop dat je het ziet. De camera kan niet alles filmen. Zo. En dan wens ik je veel plezier ermee.